Hoi, ik ben Matthijs. Je kan me misschien kennen van Lego Masters Seizoen 3. Ik heb hier de Lego Marvel Black Panther set. Het is een superhero, helemaal in het zwart gekleed, met zilveren klauwen en zilveren details. De set is enorm. Hij ziet er heel gaaf uit. Ik kan eigenlijk niet wachten tot ik hem kan bouwen. Zo. Ik ga eerst even de zakjes uitspreiden. Moet natuurlijk wel weten waar ik aan ga beginnen. Ik denk dat de Black Panther set wel echt uitdagend is vanwege de grote schaal waarop het gemaakt is. De Black Panther set heeft een buste die bijna even groot is als een menselijke buste. Ik pak het instructieboek erbij. Ziet er wel chic uit. Dit zijn brick beams. Met brick beams kan je eigenlijk een connectie maken tussen Lego Technic en Lego System. Die brick beams die zijn heel stevig. Daar kan je goed frames mee maken. Alle kleuren van Lego hebben een speciale naam. Dit is dan bijvoorbeeld magenta. Trans Purple, dat is dan de officiële benaming van Lego. Als je maar lang genoeg met Lego bouwt, dan begin je alleen maar in standaard Lego kleuren te denken. De basis staat. Volgens mij gaan we nu het hoofd bouwen. Ja, hier is al iets meer kleur. Blauw, dark azure, silver ink. Ik vind het wel leuk dat de kleur aan de binnenkant zit van de set, ondanks dat de buitenkant vooral zwart is. En het is ook handig, dan kan je makkelijker zoeken tussen de steentjes wat bij de binnenkant hoort en wat bij de buitenkant hoort. Ja, ik pak de blokjes best wel snel. Ik denk dat dat een deel wel ervaring is. En een deel is ook een beetje tactisch uitstrooien over je tafel. De grotere onderdelen liggen op een specifieke plaats. De kleinere zakjes die liggen op een andere plaats. Dus dan weet ik een beetje waar ik naartoe moet gaan met mijn handen. Het moment van de waarheid. Wow, wat een set is het. Dit is wel duidelijk een display set. Hij is groot, hij is ook wel zwaar. Bij mij zou die denk ik in de vitrinekast gaan, waar je hem dan in al zijn glorie kan bewonderen. De mooie details, de verfijnde hoeken in het gezicht, waardoor die echt heel sprekend is. Die waren ook leuk om te bouwen trouwens, best wel technisch. Ja, het resultaat is bewonderenswaardig.